We gaan vandaag naar een bijzondere bewoner van het Rozenspierhuis. En we zijn hier in de Musicus. Dat is een van de gebouwen hier. En waar we naartoe gaan is ook een Musicus. Dus dat is wel heel leuk en toevallig. En we zijn heel benieuwd, want het is een hele aardige vrouw. Ik heb al een keer met haar kennis mogen maken en het is echt heel bijzonder. Let u maar op, daar gaan we. We gaan even met de lift. Ja, daar gaat hij al open. Zo, eens even kijken waar ze woont, want het is een dame. Dat is een hele bijzonder weer hoor. Oké, we gaan even aanbellen. Kijken of ze thuis is, hè. Ja, de deur gaat open en daar is ze. Daar is ze. Hallo, kom geweldig. Oké, okay, nou. Nou, kom binnen. Ja, ja. Oh, kijk eens even, daar staat hij. Ja, daar staat wat mooi. Geweldig, hè. Een vleugel, hè. Nou, hè. En wat voor merk? Een Bechstein. Zo, ja. Dat is helemaal chic, hè? Dat is een heerlijke vleugel. We gaan een stukje horen ook. Heerlijk, ook nog. Ja, 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 ja. Nou, waar gaan we zitten? Gaan we eerst even zitten, ergens? Ja, nou, daar zitten we dan, hè? Gezellig. Gezellig, denk ik. Je woont hier alleen? Ik woon hier alleen, ja. Okay. En? Ja, ik ben al 18 jaar, 19 jaar alleen na mijn tweede man. Oh, ik heb twee mannen gehad. Kijk nou. Ik was 50 toen stierf mijn eerste man. Ja. Toen ben ik een jaar of 8 alleen geweest. Toen leerde ik mijn tweede man kennen. En die is alweer 18 jaar geleden gestorven. Zo, zo. Dus ik ben al heel lang alleen. Maar dan ben je alweer aan gewend dan, hè? Ja, precies. Ja. En hoe kom je nou hier? In het Rozenspierhuis. Nou, ik heb zeker 50, 60 jaar geleden hoorde ik al van het Rozenspierhuis. Ja. En toen dacht ik, oh, dat lijkt me geweldig om daar dan te wonen. Hè. Ja. Maar ja, toen zag ik eens die lijsten van de mensen die hier woonden toen. Ja. 50, 60 jaar geleden, 50 jaar geleden. Nou, dat waren allemaal bekende, beroemde mensen. Dus ik dacht, nou, daar kom ik dus nooit, mag ik dus nooit tussen. Met mijn conservatoriumdiplomaatje, zeg ik dan maar. Ja. Verder niks beroemds of zo. Nee. Nou, dus ik heb altijd gedacht, ik zou het wel willen, maar daar kom ik dus nooit. Nee. Maar toen, al een jaar of 3 geleden, was ik met een muziekreis. En toen zei die mevrouw, oh, maar ik heb een vriendin en die is ook helemaal niet zo bekend en die mag er ook komen wonen. En toen heb ik contact opgenomen, zeker al 3 jaar geleden. Ja. Maar ik was er toen nog niet aan toe. Ik was, dus ik ben op de slapende wachtlijst gekomen. Ja. Maar toen van de zomer, toen, ja, vorig jaar zomer, toen, toen was ik 91, toen dacht ik ook, ja, om wat nou zei nog je nu? Wacht even hoor, wat zei je nu? Toen was ik 91, vorig jaar. Het is toch niet waar? Ja, dat is echt waar. En toen dacht ik... Hoor je dat? Het is toch... Ongelooflijk, 91, jongen, dan heb ik nog een tijd voor de boeg, Wil. Ja, dat hoop ik. Nou, dus toen dacht ik, ja, om nou nog het vooruit te stellen, is ook niet logisch. Ja. Nee. Dus toen heb ik, waren er nog een paar vrij, en toen heb ik deze gekozen. En ik ben er heel gelukkig in. Ja, nou, heel blij. Ja. En nou, nog even, nog gaan 91, dus laten we zeggen, gaan 90 jaar terug. 90 jaar terug? Waar woonde je toen? 90 jaar terug, toen ging ik wonen, als eenjarige precies, in de Archimedeslaan in de Watergraafsmeer. Oh, ja, wij zijn bijna buren geweest. Ja, hè. Ja. We hebben heel dicht bij elkaar gewoond. Ja. Alleen heb je met 10 jaar jonger. Tot mijn 26e. Oh. Ja, dat is zo geinig, want ik ging op mijn 8e naar de muziekschool. Op de Hoge Weg, dat heette toen Muziekschool Watergraafsmeer. En in die tijd moet jij toch wel eens over de Hoge Weg hebben gelopen naar school. Ongetwijfeld. En dan liep ik naar de muziekschool, we zijn elkaar wel eens tegengekomen. Ja, vast wel, ja. Dat ondeugende jongetje. Ja, ja, nou, praat me daar niet van. Dus weer, dat is even een ander verhaal hoor, want we hebben nu even een gesprek met een echte mooie pianist hoor. Wanneer ben je nou echt met piano begonnen, met spelen? Op mijn 8e. Op mijn 8e. Toen echt begonnen? Toen ben ik, toen kreeg ik pianoles op die muziekschool. Hadden jullie ook thuis een piano? Ja. Dus ben ik mijn 8e begonnen en ik heb net toevallig zitten uitrekenen dat ik tot en met mijn 35e altijd pianoles heb gehad. Zo. Ja, dat... Nou, dan moet je even vertellen wie je daar allemaal tegengekomen bent. Oké. Nou, ik ging dus naar de muziekschool. Ja. Bij Dan Bellinfante. Hij heette de directeur en piano docent heette Daniel Bellinfante.
En helaas, dat was in 38, zeg maar, zoiets. Net voor de oorlog. Ongeveer, vlak voor de oorlog. En in 41 werd ik dus 11. Toen was ik nog op de muziekschool. En hij was er dus ook. Maar hij is in 1941 ondergedoken. Okay. En heeft heel veel in het verzet gezeten. Maar is helaas in 1944 verraden. En weggevoerd en ook niet meer teruggekomen. Dus ik heb vanaf mijn 11e, zeg maar, moest ik een andere leraar, want hij was er dus niet meer, zonder gedoken. Toen ben ik bij Jos van Infante gekomen een paar jaar. Ja. Was ook een hele fijne lerares, maar op een gegeven moment zei ze, toen ik 19 was of zo, ik vind dat je naar een betere, nou ja, ze vond zichzelf niet goed genoeg meer voor mij, omdat ik gewoon wat steeds beter werd als daar. Ja. Toen ben ik nog bij de vader van André Rieu geweest. Ja, die woonde in Amsterdam-Zuid toen nog, later in Maastricht. Hè. En toen ben ik via vier bij Ellie Salome. 4 jaar lang, elke week bij Ellie thuis, les. Fantastisch leren lessen, fantastisch. Ja. En na 4 jaar zei Ellie, waarom zou je toch niet alsnog naar het conservatorium gaan? Zo. Toen was ik al 30. Ja. Dan was je wel even de oudste, zo'n beetje. Ja, want toen zeker. Tenminste wel, als je 30 bent, die gaat pas naar het conservatorium. Ja, maar allemaal jonkies, hè? Ja, heel leuk. Wel leuk natuurlijk. Ja, en toen ben ik in Den Haag conservatorium gegaan. Ja, ja. Bij Jan de Man. Ellie Starmee had gezegd, ga maar naar Jan de Man, dat is een hele goeie. Nou, dat was ook zo. Het conservatorium, daar wil ik even een vraag over stellen. Hè. Dat begrijp je wel, hè? Je ging naar het conservatorium, maar kan jij nog herinneren wat je daar voor je eindexamen moest spelen? Ja, heel veel. Ja, wat dan? Heel veel. Ja, een stuk of 10 etudes. Oh, Chopin. Oh, van Chopin. Ja, hoog. Dat is hoog gegrepen. Is dat ook een liefhebber? Ben je een liefhebber van Chopin? Ja, ik ben heel erg liefhebber van Chopin. Maar je moest het ook voor je examen. Moest je echt een stuk of 6 zeker van Chopin spelen. Oh, en dan nog van Moskowski en de muziek ook nog. Ja, dus dat was. Maar je moest een concert. En je moest dan ook spelen. Concert van Grieg heb ik gespeeld. Je moest de sonaten. Ja. Schubert. En Bach natuurlijk. Ja, ja, ja. Vind je het heel erg om eventjes een klein stukje te laten horen van Chopin? Of. Van speciaal Chopin? Ja, nou ja, iets wat je heel mooi vindt. Eigenlijk wat je op je examen hebt gespeeld. Dat kan ik al lang niet meer. Dat kan ik al lang niet meer. Nee, waarom niet? Ja. Is dat te moeilijk? Ja. Je studeert op zo'n conservatorium. Nou, minstens 5 uur per dag. Ja. Hè? En je komt dus op een hoogte die je nooit meer haalt. Nee, oké. Na een jaar is die hoogte al, heb je dat. Nee, maar je kan nog wel een stuk Chopin even laten horen. Dan kunnen we ook die prachtige piano van je beluisteren. Ja. Kleine prelude Chopin. Ja, kleine preludes, dat is toch hartstikke leuke prelude. Kleine thank you.
Dat is echt heel pianissimo, hè? Dat is heel pianissimo. Ja, ja. Fantastisch. Ja. Nou, ik word er toch altijd een beetje sentimenteel van. Hè? Oh, dat mag. Ja, ja dat want mag. Chopin is toch zo gevoelig. Van, ook, ja. Ook, ja, je voelt gewoon de strijd die man had. Ja, ik hou ook heel veel van Chopin. Ja, ja, oké. Okay. Ik heb het ook heel veel gespeeld. Ja. Later, ja. Later ben ik wat meer Schumann en zo gaan doen. Ja, ja. Toch ook wel veel andere componisten. Ja, dat natuurlijk, als je een heel leven speelt. Ja, maar je hebt natuurlijk ook je hebt veel les gegeven natuurlijk. Ja, ja. Is dat ja, want dat was eigenlijk, ik wilde naar het conservatorium niet om op een podium te komen, want ik was helemaal niet briljant. Nee. Ik speelde gewoon goed. Klaar. Oh. Ja, ik speelde goed, maar ik was niet briljant. Dat is een groot verschil. Ja. En dus ik ging helemaal niet het conservatorium voor het podium gebeuren en zo, maar ik wou het gewoon vreselijk graag pianolerares worden. Okay. Ja, dat was een ideaal van me. Dat leek geweldig om pianoles te geven. En daarom wilde ik graag dat diploma toch wel hebben. Ja, ja, en toen ja. Heb ik daarna dus heel veel les gegeven. Ja. Heel veel leerlingen gehad, echt in pianopraktijk. Ook nog zo. Even vragen of ze nou, want lesgeven is lesgeven, maar zelf spelen. Ik heb heel veel begeleid. Oh ja. Ik heb heel veel begeleid. We gingen in Oegstgeest wonen. Leerde ik Thea Ecker kennen. We kenden Thea Ecker van de Pas. Een bekende zangeres. En die heb ik veel begeleid. En haar leerlingen begeleid. Echte grote dingen op een podium heb ik nooit gedaan. Nee, dat wilde je ook eigenlijk niet. Nee, daar was ik gewoon niet goed genoeg voor. ik weet het niet. Het was niet. Nee, maar dan lag je hart waarschijnlijk dan ook. Ik heb wel veel op huisconcerten gespeeld. Ja, ja. Dat wel. Ja, ja. Ja. Dat heb ik wel veel gedaan. Dat moet je ook hier een keer gaan doen, hè? Ja, ik maak tegenwoordig wel erg veel fouten, maar dat schijnt erbij door als je oud wordt. Nou ja, ik wou net zeggen, dat herkennen we allemaal wel, dacht ik, hè? Dat, ja, toch? Precies. Herkennen we dat niet? Een beetje fouten maken, ja. 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 Nou, jij bent nog jong. Ja, nee, maar ik ben nog jong. Nou, Wil, kijk, fouten maken, dat hoort bij musiceren. Dus dat moet kunnen, maar... Ik heb bewondering voor je prachtige spel, hoor. Op zo'n leeftijd en dan nog zomaar heel goed. Ja, dat is echt heel wat. En hier heb je natuurlijk ook weer beetje... Ja, dat wou ik zeggen. Ik speel hier nu weer veel meer dan de afgelopen jaren. Ja. Want ten eerste speel ik bijna elke week met Anneke. En ik speel nu ook met Judith. Oh ja, mooi met de fluit, hè? Ja, met de fluit. Mooi. En we hebben een paar keer met Antje gespeeld. En als je nou begint te spelen, moet je dan weer even je vinger... Hoe? Ja, niet alleen mijn vingers. Nee, maar laat eens even horen. Gewoon de. Ja, ja, ja. Met de toonladders ook. Ja. Dat doe ik niet altijd, maar je moet eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou, laat eens nog eens wat horen wat je zelf heel graag speelt. Ik had gedacht twee kleine stukjes, mag natuurlijk niet lang zijn, uit de kinderscenen van Schumann. Oh ja. En dat is op zich al een leuk verhaal, kinderscenen. Ja. Want mijn leraar Jan de Man op het conservatorium, die vertelde dus, bijna iedereen zegt dat woord altijd fout. Yes. Zelfs, ik let er altijd op, zelfs op de radio, concerten. Iedereen zegt namelijk kinderzenen. Maar kinderzenen zijn kindertandjes. Zijn kindertandjes. Oh, tandjes. Ja, zijn kindertandjes. Zenen. Ja. Oh, ja. Kinderzenen, kindertandjes. En dat zegt bijna iedereen. Maar het zijn natuurlijk scènes uit hun kinderleven. Dus kinderzenen. Nou, ah, dus ja, ja. Ik zeg goed keurig dat je het kinderzenen. Dan weet iedereen het hier. Dat weet gelijk. Ja, zo is het. Heel goed. Heel goed. Ja, oké. Okay. Nou, en had ik uitgekozen. En dat vind ik ook, dat vond ik wel leuk. Dat eerste stukje, dat heet Van Fremden Ländern und Menschen. En dat is zo toepasselijk, want als we hier komen, de meesten komen in een hele vreemde wereld, bij vreemde mensen, je moet ze allemaal leren kennen, je moet je thuis gaan voelen. Dus dat is, vond ik wel een hele leuke titel. En daarna is er een stukje dat heet Glück ist genug, en dat betekent dus quite happy, helemaal gelukkig. Helemaal gelukkig.
Ja. Hartstikke lief. Nou, dank je wel. Geweldig. Ja, geweldig, hè? Nou, ik hoop, dat moet je horen, ik hoop dat je nog heel veel jaren mag blijven spelen. Ja, dat en dat ook voor ons allemaal, dat je af en toe eens even in de concertzaal toch nog eens een lekker stukje muziek speelt. Nou, ik hoop dat jullie het ook prachtig vonden. En ja, het is weer muziek ja. In het leven.